Welkom bij 42 Actueel, met deze week de volgende onderwerpen. Afgelopen week bracht burgemeester Scholtze samen met een delegatie van de gemeenteraad een bezoek aan de gemeentelijke opvang Oekraïne. Ze kregen een rondleiding en spraken met verschillende medewerkers. Daarna ging het hele gezelschap in gesprek met enkele vluchtelingen. Sommigen speelden zelfs een spelletje met ze of dronken een kopje koffie. Het werd door zowel de vluchtelingen als medewerkers en het bezoek ervaren als een fijn, informeel bezoek. Op deze manier hebben de gemeenteraadsleden zich een goed beeld kunnen vormen van het reilen en zeilen en de sfeer in de opvang. De gemeente Drimmelen vindt het belangrijk om inwoners, ondernemers en organisaties op tijd te betrekken bij het maken van plannen. Op zaterdag 28 januari kunt u als inwoner in gesprek met afgevaardigden van onze gemeente. De contactpersonen kunt u dan vinden tussen 10 en 12 uur bij de Albert Heijn in Made, maar staat u graag te woord tussen 00:30 en 2:00 middags bij de Jumbo in Lage Zwaluwe. En vanaf 2:30 tot 4:00 middags kunt u met de gemeente in gesprek bij de Lidl in Ter Heide. Vanaf 2023 is er geen papieren afvalkalender meer. In de gemeente Drimmelen app kunt u alle afvalgegevens inzien en een melding instellen over welk soort afval u de volgende dag buiten moet zetten. De officiële app van de gemeente herkent u aan het gemeentelogo. Wilt u een print van uw persoonlijke afvalkalender ontvangen? Bel dan gratis naar de DIFTAG infolijn. Op woensdag 18 januari heeft de heer Hoondert uit Ter Heide een koninklijke onderscheiding ontvangen. De heer Hoondert was tot zijn pensionering in 1997 werkzaam bij de voormalige gemeente Ter Heide. Hij is al bijna 37 jaar een actieve vrijwilliger in Ter Heide. Hij startte in 1986 als voorzitter van de parochie Heilige Antoniusabt. Dit deed hij tot 1999. Sinds 1994 is hij penningmeester van de stichting Heen en Weer. Deze stichting exploiteert het voetveer van het marktpontje in Ter Heide. Zijn werkzaamheden zijn onder andere het werven van nieuwe schippers en sponsors en het onderhouden van contacten. Daarnaast fungeert hij als invalschipper. Sinds 1997 is de heer Hoondert chauffeur bij de Zonnebloem. Ook is hij jarenlang maaltijdbezorger geweest bij Tafeltje Dekje. De heer Hoondert mag zich vanaf nu lid noemen in de Orde van Oranje Nassau. Door de hevige en langdurige regenval is het waterpeil in rivieren en kanalen behoorlijk gestegen. Ook het water in de Mark in Ter Heide bereikt een hoog peil. Voor het waterschap was het duidelijk dat er een aantal extra pompen op de Laakdijk in Ter Heide geplaatst moesten worden, om het water goed en veilig af te voeren. Door de getroffen maatregelen heeft iedereen in onze gemeente gelukkig geen last gehad van extreme wateroverlast. Op 2 februari zal Tim Simons worden beëdigd als wethouder en toetreden tot het college van burgemeesters en wethouders. Daarmee is het college weer compleet. Ishima Han wordt het nieuwe raadslid namens de VVD in onze gemeenteraad. We lezen op haar LinkedIn profiel dat ze zich tijdens haar opleiding erg bewust is geworden van de vele problemen die de hele wereld, maar ook dorpen raken. Ze denkt aan het tekort aan huizen, de veiligheid op straat, maar ook zeker duurzaamheid. Ishima wil hard aan het werk om die problemen op een betaalbare en haalbare manier mee op te lossen. We wensen iedereen in deze nieuwe samenstelling van college en gemeenteraad veel succes. In Dagblad De Stem heeft gestaan dat tuinders in het plukmatische kassengebied in onze gemeente voor 2027 op zoek moeten naar een andere energiebron om de kassen te verwarmen. RWE, eigenaar van de Amercentrale, heeft bekendgemaakt vanaf 2027 te stoppen met de levering van restwarmte. In eerste instantie leek de bouw van een eigen biomassacentrale dé oplossing. De vraag is echter of dat nog doorgaat, omdat er ook veel kritiek is op het stoken van biomassa. Men onderzoekt ook de optie van geothermie, het onttrekken van aardwarmte uit grondwater op 2,5 kilometer diepte. Al met al staat men voor een flinke uitdaging om dat allemaal voor 2027 goed te regelen.
In de komende periode gaan de deuren van de scholen voor voortgezet onderwijs weer wagenwijd open. Leerlingen van groep 8 van de basisschool kunnen met hun ouders de open dagen op de scholen bezoeken om een keuze te maken voor passend vervolgonderwijs. Een belangrijk moment. Ook het Dongemond College wil laten zien waar de school voor staat en opent graag de deuren. Iedereen die dat wil, kan de sfeer op school gaan proeven, kan vragen stellen en gaan ervaren of dit de school is waarop je je thuis voelt. Op vrijdagavond 10 februari wordt de open avond gehouden op de locatie in Maden. Op 11 februari overdag is de locatie in Raamsdonksveer open voor bezoekers. En dit was dan weer 42 Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere leuke onderwerpen voor u klaar. 42 Actueel wordt op werkdagen om 10:30 en 11:30 ochtends ook uitgezonden op Omroep Drimmelen Radio. U kunt ons natuurlijk ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. Graag weer tot volgende week.